Een simpel, doch doeltreffend filmpje. Dit is Dick. Dick Swaap. Dick heeft iets met hersens. Vroeger was Dick heel slim. Na zijn eindexamen in 1968 ging hij geneeskunde studeren in Amsterdam, waar hij zich veel bezighield met hersenen. Nadat hij afstudeerde, werd hij hoogleraar neurobiologie. Dat is een soort van biologie, maar dan alleen met hersens. In 1985 richtte Dick de Nederlandse Hersenbank op, om meer te weten te komen over ziektes in de hersenen. In 2010 schreef Dick een boek over alle dingen die hij te weten was gekomen over hersens. Hij schreef over de verschillen van hersens tussen mannen en vrouwen, maar ook over de verschillen in hersens van homo's en hetero's. We kijken even naar een kort fragment. Simpel. Wat minder simpel was, dat u in de jaren 80, althans voor u was het misschien gesneden koek, maar toen kwam u met een opzienbarende uitkomst dat de hersenen van homoseksuelen anders waren dan die van heteroseksuelen. Dat was nogal wat ophef. Aan de ene kant werd u verguisd. Uiteindelijk heeft u gelijk gekregen. Daar is men nu algemeen van overtuigd. Zijn er nou nog meer onderzoeken waarvan u denkt, nou, die kunnen nog wel eens veel stof doen opwaaien na de jaren 80? Nou, voor dit onderzoek wat u noemde, heb ik het eerste geslachtsverschil in de menselijke hersenen aangetoond. En toen sprongen de feministen erop. Want je mocht in die tijd, 1985, mocht je in ieder orgaan mocht je geslachtsverschillen hebben. Maar niet in de hersenen, want hersenen en gedrag, daar waren de geslachtsverschillen veroorzaakt door de boze mannenmaatschappij. Ja. En je vindt zo nu en dan nog een psycholoog in Engeland en de Verenigde Staten die dat idee nog steeds heeft. Maar u zei, wat doet nog meer stof op waar je nu de feministen die zeggen van daar mogen we niet meer aan zitten? Of? Ja, nog steeds zijn er een paar die zeggen dat alle geslachtsverschillen die je claimt in de hersenen, dat het neuroseksisme is. Ja. Terwijl er nou echt honderden geslachtsverschillen in de hersenen zijn aangetoond, ja, sinds we dat in 85 hebben laten zien. Dus ja, ze hebben nog steeds het idee dat als je zegt dat er verschillen zijn, dat het ene beter is dan het ander. Ja. En dat is natuurlijk flauwekul. Het is gewoon anders. Leven de verschillen, zou ik zeggen. Ja. Uiteindelijk vind ik dat wij geen brein hebben, maar ons brein zijn. Daar waren veel mensen niet blij mee. Die uitspraak was erg filosofisch. En als wetenschapper kan je daar geen bewijs voor leveren. Maar Dick heeft zich daar nooit van aangetrokken. Hij bleef altijd achter zijn beweringen staan. Tegenwoordig is Dick met pensioen. Maar van ophouden met werken wil hij niets weten. Hij houdt zich nu vooral bezig met Alzheimer. Ook een ziekte die in de hersenen voorkomt. Misschien gaat hij daar ook ooit een boek over schrijven.